Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Ali en hier naast me ligt Nelly. Goedemorgen. Het is nog een klein beetje slaperig. Wij liggen nog in bed, maar wij genieten op het moment van een heel mooi uitzicht. Want als jullie de vorige vlog hebben bekeken, dan hebben jullie gezien dat wij een... hoe noem je dat? Een voederslinger. Een voederslinger hebben gekocht voor tuinvogels. En die hebben wij opgehangen naast de caravan. Echt pal naast de caravan. En wij werden daarnet wakker en we deden ons raampje open. En ja, er zaten gewoon mega veel vogeltjes op. Verschillende vogeltjes. Pimpelmeesjes, koolmeesjes. Aan die kant hebben wij een voederpaal en daar hebben wij een pot pindakaas opgezet. En daar zat een duif bij. En daarnet zat er ook nog een ekster bij. Dus heel veel verschillende vogeltjes. Wij staan trouwens op camping De Paalberg in Ermelo. En ja, er zijn gewoon heel veel dieren hier. Dus dat is hartstikke leuk. Wij hebben onze eigen vogel ook meegenomen, Coco. En die heeft trouwens heel goed geslapen. Of in ieder geval, ik dacht vannacht eigenlijk, ik ga eventjes kijken of... hij überhaupt nog leeft. Want het is natuurlijk iets kouder hier dan thuis. Nou, als hij anders bloed heeft, je hebt die kachel uitgedaan. Ja, we hebben een klein elektrisch kacheltje en dat had ik aangedaan. Maar vannacht werd ik wakker en toen was het best wel warm. Dus ik denk, ik doe hem uit en dan kijk ik gelijk eventjes bij Coco. Maar die zat gewoon lekker rustig op zijn stok. Dus die heeft eigenlijk nergens geen last van. En nu zitten wij al een tijdje te kijken naar de voederslinger en hij vindt het ook leuk, dus best wel grappig dit. Ik ga het jullie eventjes laten zien. Op het moment geen vogeltjes te zien. Zo af en toe dan vliegen ze met z'n allen weer weg en dan komen ze weer terug. Dus ik denk dat ze zo weer terug zijn. Het gaat, ja, daar zit er weer één. Nee, weg weer. Maar ja, hij zit hier dus ook gewoon helemaal connectie te maken met die vogels. Ja, daar heb je er weer een. Dit is volgens mij een koolmeesje. Daar ben ik vaak mee in de war met een koolmeesje en een pimpelmeesje. Maar volgens mij is de koolmees met een soort van stropdasje. En ja, of andersom. Ja, nee, volgens mij heeft de koolmees dus het stropdasje en de pimpelmees heeft een soort van brilletje. Een brilletje? Jij snapt toch wel wat ik bedoel? Een brilletje. Nou ja, een soort van streepje. Mm. Kijk, en de vogeltje wat er nu aanhangt, dat is een koolmeesje. En het geluid wat jullie horen, dat is een grasparkiet. Nou, verwarrend hoor. Heel verwarrend. Maar eigenlijk is het dus wachten op de eekhoorn. Want gisteren, toen wij hier aankwamen, hebben wij een eekhoorntje gezien. En nou hopen we eigenlijk dat hij ook... Ja, ik denk eigenlijk niet dat hij bij die voederslinger gaat zitten, maar wel bij die pot pindakaas. Dus we gaan vandaag eventjes goed opletten natuurlijk. Oké, wij zijn aangekleed. Ik ga een ontbijtje maken. Ja, ik ga eventjes het gas opendraaien en dan had ik een leuk idee. Nou. Ik weet niet of het lukt, maar daar gaan we later achter komen. Ik ga deze GoPro neerzetten op de voederpaal. Oh, yeah. En dan kunnen we, als het goed is, straks de vogeltjes van dichtbij bekijken. Dus dat lijkt mij wel leuk. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Het zou de hele dag gaan regenen, maar het valt mee. Het regent nu nog niet, dus als het zo blijft, dan ben ik super blij. Oké. Even kijken hoor. Er is al flink uitgegeten, zie ik. Want wij hebben gisteren deze pot pindakaas gekocht. En er is volgens mij al 1/4 uitgegeten. Dus dat gaat best snel hier. Maar ja, daarnet zat er ook echt zo'n extra op. En die
Nou, die nam gewoon echt mega grote happen. Dus dan gaat het natuurlijk ook heel snel. En daarnet, dat zei Nel tegen mij. Toen zat er zo'n klein koolmeesje op. En toen keken wij vanuit de caravan. Maar toen zag je alleen zo hier, zag je zijn oofje, zag je zo boven dit potje uitkomen. Ja, dat is super grappig om te zien. Oké, dan zet ik hem hier neer. Ik weet niet of die vogeltjes bang zijn voor een GoPro. Als dit lukt, dat zou wel gaaf zijn, want dan hebben we gewoon de koolmeesjes van heel dichtbij. Nou, daar gaan we. Zo, klaar. De vuilnis wordt hier ook zo naar buiten gegooid. Kijk dan. Deze was gisteren afgeknapt. Gisteravond. Wordt nu zo naar buiten gegooid. Lekker makkelijk hoor. Dat gaan we natuurlijk gelijk eventjes in de vuilniszak doen. Zo. Het is wel zo netjes. Oh ja, ik zal eventjes de gastank opendraaien. Nel? Ja? Wil je mij de sleutels aangeven van de disselbak? Kijk even, de eitjes worden weer in een pannetje gelegd. Voilà. Is dat gas aan? Ja. Het is koffietijd. Ik ben lekker een koffietje, maar wat wil je erbij trouwens? Maakt niet uit wat je hebt. Het maakt niet uit. Een rijstwafel heb ik voor je. Oh, lekker. Met duo panotti. Dus dat gaan we erbij nemen. En dan gaan we een groot afwas moeten we nog wegwerken, want we hebben gisteren niet afgewassen. En alles staat er nog. Dus geen zin in eigenlijk. Maar ja. Hè? Van uitstel komt afstel, ja, hè? Dat zeggen ze wel eens. Altijd. Nou, kijk eens. Lekker. Ik heb trouwens net heb ik de GoPro binnengepakt. En wij hadden natuurlijk uitzicht op de voederpaal met de GoPro. Kijk, daar is de voederpaal. En ja, de vogeltjes die komen gewoon in grote getalen hier naartoe. Dus wij laten jullie nu eventjes de beelden zien die de GoPro heeft gemaakt.
Ik ben onderweg naar het sanitair gebouw. Nelly is al begonnen met de afwas. En ik ga haar natuurlijk eventjes helpen met afdrogen. Ze is druk bezig, zie ik. Lukt het? Ja, ik ben klaar. Oh, ben je al klaar? Nou ja, ik moet alleen nog afdrogen. Oh, dan doe ik dat even toch? En dan is het klaar. Ja. Oké, okay, nou, dan begin ik... Oh, ik ben erachter gekomen dat deze kraan veel heter is. Ja. Yeah. Als die. Dus ik ben de hele tijd heen en weer aan het... Wat ook niet heel handig is. Oké, okay, maar ja, dan weten we dat voor de volgende keer toch? Dat we beter hier kunnen afwassen. In plaats van daar. Maar gaan we dan hier afdrogen of bij de caravan? Nou, het kan hier wel even, toch? Oké. Okay. Nou, de camping is dan best wel vol gisteren. Maar er vertrekken ook aardig wat mensen vandaag. En ik vind het zo bijzonder dat er zoveel mensen winter kamperen. Hier gaat het heel goed. Lekker bezig. Huppatee. Ik krijg trouwens de tip om de schaapschooi in Ermelo te bezoeken. En dat gaan wij dus nu ook eventjes doen. Dat lijkt me wel leuk. Het is volgens mij 1,5 kilometer lopen vanaf onze kampeerplek. Dus wij gaan lekker lopen, denk ik, toch? Ja. We hebben gelijk een wandelingetje. Ja. Ongeveer. En wat ook grappig is trouwens, wij hadden voordat we hier naartoe gingen, had jij op Facebook gevraagd, in een groep, ik weet zo ja. Even niet welke groep. Ja, kamperen voor iedereen of zo heet dat. Nou, ik weet ja, niet. Ja, volgens mij wel, maar daar had jij ingevraagd van welke campings zijn er in de winter open. En toen kwamen er eigenlijk heel veel campings tevoorschijn, mensen die ja. Tips gaven, ja. En waaronder ook deze camping. Ja. Ja, en daarom zijn we nu hier naartoe gegaan. Er is ook wel veel gereageerd, Lierderholt, Rimbo. Maar daar zijn we alles geweest en we wilden eigenlijk wel iets nieuws. Ja. Dus daarom zijn we hier beland. Ja, er stonden nog veel meer campings tussen, maar deze was best wel dichtbij, bij de stalling. Ook. En ja, ook met name dat door het weer. Hij gaf een beetje winderigheid aan. Vond ik mee. Ja. Of we hebben er hier niet heel veel erg in. Dat ja, kan dat ook. Kan ook. Nou, ik ben even een broodje aan het smeren. Ondertussen begint het keihard te regenen. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Maar ja, hè? Je kan niet alles hebben. We gaan wel met de paraplu. Kamperen in de winter. Nou, nog even een komkommertje erop. Dan kunnen we gaan. Anders wachten we even tot het ergste voorbij is. Hè? Ja, dat kunnen we ook doen. Nou, we gaan even naar de... vuilnisbak. Maar deze hele camping is nog steeds een groot raadsel voor mij. Ik denk rechtdoor. Rechtdoor en dan langs naar restaurant. Nee. Ben jij er al geweest? Ja, ik weet het ook nog steeds niet. Ik denk dat deze caravan bijvoorbeeld de hele winter hier blijft staan zo met die zak erom. Ja. Nou, wij zoeken ons zo het apenzuur om een waar we die vuilnis weg kunnen dumpen. Maar we komen nu langs het winkeltje. Maar die is dus gesloten. Die is open tot aan de herfstvakantie. Huppatee. Die hele winkel is ook helemaal leeg. Maar als je hier dus kampeert of in een bungalowtje zit, dan is dat dus wel handig. Kijk, dit is de achteruitgang van de camping. En dan... sta je eigenlijk gewoon direct op de hei. Ideaal. En dan is het 1,5 kilometer lopen naar... de schaapskooi. Ja. Toch? Ja. Ja, want dan gaan we nu even kijken. En ik denk dat we dan hier het pad op moeten. En we zitten hier op een militair oefenterrein. Oh. Oh ja, Ermeloze Eide.
tevens militair oefenterrein. Maar dat heb ik gisteravond ook gemerkt. Ja, wij hoorden steeds van die knallen. Ja. Dachten we steeds, wordt hier vuurwerk afgestoken? Wat is hier aan de hand? Maar ik denk dat het dus hier was. Maar ja. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. We hebben een stukje gewandeld en een kilometer of twee. En nu komen we langs de schaapskooi van Ermelo. En dan gaan we even een kijkje nemen. Het ziet er in ieder geval gezellig uit. Hij is open. En ik hoop dat... ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet verwachten. En ja, schapen, maar... Ja, we zien het wel. Oké, wij gaan even de Romeins Marskamp wandelroute doen. Dat is een route van 6 kilometer. Dan zijn we ongeveer een uurtje weg, denk ik. En dan komen we terug als de kudde hier weer aankomt. Want die komt tussen 2 en 3 uur hier weer aan. Dus dat is misschien wel leuk. Ja, en dan gaan we deze bordjes volgen. Romeins Marskamp wandelroute. I like to be way in my patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is I just want to. Wij zijn weer terug in de schaapskooi. 6 kilometer in de beentjes zitten. Was best een leuke route. En we zijn nu... Even gaan zitten en hebben een lekkere cappuccino besteld en een kaneelcake. Kijk even. Even koffietje doen. Gezellig. Maar het kacheltje staat niet aan. Jammer, hè? Nou, ben ik eigenlijk wel blij om, want ik heb er best warm van die wandeling. We worden in de gaten gehouden door een zwijn. Wat leuk hier. En gezellig. Oké, wij zaten net aan de cappuccino, maar wij gaan nu naar buiten, want de kudde komt binnen. En Dat gaat heel snel. Ja, we moeten heel snel zijn, dus we hopen dat we het nog redden. Nou, we zijn weer binnen. Oh. Er zijn mega veel vogels hier.
niet schrikken toen ik het gordijntje opendeed. Oké, we zijn eventjes hier nu. En ik weet niet, gaan we nog zwemmen? Geen idee, maar we blijven nu even hier. We blijven nu even hier, want we vinden het ook een beetje zielig voor Coco. Dat hij de hele tijd in een kleine caravan opgesloten zit. Even bijkomen van de wandeling. Ja, we hebben denk ik een kilometer of 8, 9 wel gelopen. Alles bij elkaar. Ja, dat denk ik ook wel. Maar het was wel even lekker om buiten te zijn. En we hebben echt geluk dat het niet regent. Want daar gaf echt een kletsnappe dag aan. Ja, en tot nu toe. En tot nu toe hebben wij eigenlijk ja, wat druppels. Maar ja, we hebben echt geluk gewoon. Zullen wij hier nog koffie doen? Ja toch. Regent weer. Oh, het regent nu. Nou, we zijn net op tijd. Wat ga je doen als het wel regent? Koffie drinken. Heerlijk. Koffietjes drinken. I like that. En dan stippen met... Bestonje. Mensen, wij hebben bezoek. Kijk even. Er zit gewoon een eekhoorn. In de boom. Oh, wat is dit leuk. Ik denk... Zo dichtbij dit. Oh, hij gaat vallen. Ik denk dat hij gaat vallen hoor. Nee. Oh, daar gaat hij. Dit is zo gaaf. Ik denk dat hij dat andere zakje ook leeg heeft. Ja, dat denk ik ook. Wij zitten hier aan de koffie en zo in één keer zit die eekhoorn voor ons raam. Wow. Maar dat bovenste zakje, dat is ook leeg. En wij komen dus net thuis. En toen zeg ik tegen Aal. Dat hele zakje is leeg, maar dat heeft hij gedaan, dat weet ik zeker. Ik dacht, nou die vogels kunnen toch zo snel niet eten. Want die hebben best wel moeite om die nootjes daaruit te krijgen. Hij zit het nu lekker op de peuzel en onder in de boom. Komt hij weer. Oh, wat is dit leuk. Weet je dat ik net nog dacht van, zouden we nog een eekhoorntje zien? Nou, hij propt zijn wangen vol. Hij zit aan het amsteren, joh. Wow. Nou. Oh. En weg is hij. Nou, wij gaan naar het zwembad. Ik lig nu al in een deuk. Want Ali heeft alles al opgenoemd. Waardoor het je niet gaat. Dus bijvoorbeeld zwemmen in een caravan. Met alles weer nat terugkomen. Ja. Natte bikinis, het natte handdoeken. Pijpen stelen. Ja, nou ja. Maar we gaan toch echt zwemmen. Zoveel zin in. Hebben wij handdoeken? Nee, we gaan nat weer in onze kleren. Zullen we deze tas even dichtmaken? En het regent. Nou, oké. En weet je wat nou het leuke is van dit hele gebeuren? Nou. Dat zwembad, dat is 3x3. Dat is voor kinderen. Het is een kinderzwembad. Waar gaan zwemmen? Ik weet eigenlijk echt niet. Wat gaan wij daar doen, joh? Ja, baantjes zwemmen, trekken. Maar... Even weken. Het is gewoon weken. Nee, er is ook een sauna, zag ik. Echt? Ja, sauna stond nou, ergens op een bordje. Zullen we een paraplu meenemen? Ja, we dan, gaan onder niet? De paraplu even gezellig. Nou, jullie zien het zo. Nou, wij zijn in het zwembad. En we hebben bijna een privé zwembad. Ja. We zijn hier met 4 mensen. Er zijn nog 2 jongens aan het rommelen in de glijbaan. Maar ja, wij gaan eventjes baantjes trekken. Natuurlijk gaan wij ook eventjes van de glijbaan. Kijk, achter mij. Spannend.
Nou, wij hebben net een halve zak chips leeg gegeten omdat we zoveel trek hadden na dat zwemmen. En nu gaan we dus koken. Ik ga dus koken, maar ik heb wel een beetje een probleem. We hebben dus zalm, maar we hebben natuurlijk Coco mee. En Coco kan eigenlijk niet tegen anti-aanbak... hoe heet het spul wat er in een anti-aanbakpan zit? Teflon. Teflon, daar kan hij niet tegen. Staat er op internet. Ja, dat wisten we en al. Dat wisten we wel. Thuis doen we dat wel. Goed afzagkap aan, bla bla bla. En dan staat hij niet dicht bij het gasfornuis. Hij gaat altijd vast als we gaan koken. Maar hier is natuurlijk zo'n kleine ruimte. Dat we dus... Dat risico gaan we niet nemen. Nee, want hij kan daar dus dood aan gaan. Ja. Dus ik ga eerst even rijst koken met broccoli. En dan moet ik daarna maar eventjes... dat was de camera. En dan moet ik daarna maar eventjes de zalm bakken. Of koken. In een kookpan. In hetzelfde pannetje. In hetzelfde pannetje, ja. En dat is op zich niet erg, maar... Ja, het is... Denk het recept wordt er wel een beetje anders ja, voor. Het is denk ik niet zo lekker. Want normaal werd je... ja, je gerechtje met rijst en broccoli werd natuurlijk lekker gemaakt door... zalm. Door die zalm met die soja sausachtige toestand eromheen. Maar ja, het is niet anders. Alles voor meneer. Oké, nou hier ligt de zalm met sojasaus. Ja, ik ga even kijken. Wat maakt dat gas nou gekke geluiden? Ik ga even kijken hoe het wordt. En anders maar gekookte zalm in plaats van gebakken zalm. Ik heb een beetje olijfolie erbij gedaan. We gaan het zien. Nou, wij hebben het net even afgewassen. Ali doet nog even het gasfornuis. En dan gaan we nog even de potty samenlegen. En daarna gaan we nog even de vuilniszak wegbrengen. En we doen alles samen. Want het is hier gewoon echt... pikken donker. Dus één schijnt bij met een zoeklichtje en de ander doet wat dingen. Maar anders is het een beetje... Anders zie je gewoon helemaal niks. Ja, maar ook wel een beetje bos, donker. Ja. Het waait een beetje. Het is een beetje luguber. Het gevoel. Ja. En voor de mensen die nog nieuwsgierig zijn naar hoe de zalm smaakte... Oh ja. Ik proefde eigenlijk heel weinig verschil met gebakken en ja. Uit een kookpan. Ja. Volgens mij maakt het eigenlijk geen verschil. Was lekker. Ja. Wij zijn weer terug in de caravan. En we hebben een lekker kopje thee en we gaan eventjes tv kijken. Coco is er ook bij die het vreet toetsen uit de toetsenbord. Ja. Lekker bezig, maat. Wij gaan lekker slapen. Cocootje staat aan het voeteneind van Nel. Ja, ik was vandaag wel bang dat ik hem om ging schoppen. Maar het is niet gebeurd. Ik hoor hem. Ja, wat doet hij? Hij gaat toch niet van zijn stok af? Weet ik niet. Nou, kijk maar. Want, ja, ik ga nog even kijken. Maar wij gaan daarna lekker slapen. Misschien vindt hij te warm. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Lekker een broodje bakken in de Omnia. En we hebben namelijk alleen nog banaan en bijna geen yoghurt meer. Dus we gaan gewoon ontbijten met een broodje. Dat doen we eigenlijk bijna nooit. Maar nu dus wel. Lekker broodje kaas of zoiets. Even zien wat we nog hebben.
En de broodjes liggen erin. Deksel erop. Dakken maar. Lekkere pompoenbroodjes zijn dit toch, of niet? Ja. Beetje rucola erop. Huppakee. Terwijl wij hier lekker zitten te genieten van ons broodje. Genieten de vogeltjes van hun vetbolletjes. En het eekhoorntje is er ook weer bij, maar hij ziet nu dat ik hem film. Ja, ziet hij dat? Nou mensen, hij is er weer. Hij vindt die pinda's het lekkerst, heb ik het idee. Ja. Volgens mij lust hij die vetbolletjes ook niet. En weg is hij. Nou, we zijn klaar met opruimen. De vloer is schoon. Ali heeft de vuilnis weggebracht. Hij komt alweer aanlopen. Dus het is tijd om te gaan. Ja, klaar om te vertrekken. Ik kwam het eekhoorntje net ook nog tegen. Hè? Ja, het is hier echt heel leuk. Ja. Eekhoorntjes, koolmeesjes, alles. Roodborstjes. Geweldig gewoon. Ja. Nou, we gaan de caravan aankoppelen. Gebeurt hier. Nou, onze caravan krijgt gelijk een grote schoonmaak. Wij waren namelijk onderweg naar de uitgang en toen kwamen we langs deze waterslang. En toen zegt Nel, misschien kunnen we de achterkant wel even afspuiten, want deze was echt bedekt met allemaal bladeren en naalden en nou ja, gewoon een beetje vies geworden. Maar ik denk niet dat dit de bedoeling is. Ik denk het eigenlijk ook niet. Nou ja, het meeste is er wel af nu. Ja. Toch? Ja. Ideaal. Wij zijn misschien een beetje te precies. Ja, wij zijn, nou, misschien. Weet wel zeker. Ik zeg wel eens tegen Aal, we moeten iets meer van MAV krijgen. Ja, MAV nou ja. Op YouTube. Ja. Dat is een jongen en die ja, ja, die dat is echt zo. Wat. Ja, die doet maar wat, ja. Die is helemaal niet zo nauwkeurig en... Maar ja, weet je, dit zijn wij. Nou, we gaan er nu echt vandoor. Coco is er ook weer klaar voor. Die gaat ook weer gezellig mee naar huis toe. Wij willen de vlog afsluiten. Wij hebben genoten op camping De Paalberg. En ja, wie weet dat we er ooit nog een keer naartoe gaan. Nou, ik denk er wel. Ja? Sowieso in de winter. Ja, oké. Okay. Ja, wou jij ook nog wat zeggen? Huh? Zit die hoor. Ja, de vogeltjes, eekhoorntjes, dat is daar echt wel heel leuk. Ja, ik voel me echt één met de natuur. Ja. Nou ja, ik hoop dat we zo ook wat meer mensen kunnen inspireren om in de winter te kamperen. Het is echt hartstikke leuk, ja. Vinden wij. Ja, zeker. Misschien dat er dan over meer campings open gaan. Nee. Nou ja, er zijn vrij weinig campings ja, open in de winter. Dat is best wel jammer. Het is echt wel beperkt. Ja. Dus weet jij nog een leuke camping die ja. In de winter open is? Laat het achter in de reacties. Wij vinden het hartstikke leuk om dat allemaal te horen. Ja. Want het is best wel moeilijk zoeken. Want je moet eigenlijk elke camping aanklikken om te kijken is die open of niet. Nou ja, en zo niet, ja, dan zien jullie gewoon wat vaker dezelfde camping in de winter. Ja. Kijk, in de zomer kunnen we gewoon... Kan je alle kanten op ja. Natuurlijk. Maar in de winter is het beperkt, dus... Ja. Ja. Maar ja,
Maakt niet uit. Dit was in ieder geval een leuke camping. Ja, heel leuk weekend. We willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doei! Doei.